had 6 zonen en een lieve dochter klein. Maar toen de vorst hertrouwde, mocht dit zo niet langer zijn. Zijn nieuwe vrouw, jaloers en ijdel, zou de kinderen haten. De koning borg ze in een slot, moest hen daar achterlaten. De koningin ontdekte dit en was belust op wraak. Zij toverde de broers tot zwanen. Het meisje kreeg een taak. 6 hemden moet jij breien om je broertjes terug te krijgen. Van bos asters in plaats van wol, gehuld in een stilzwijgen. Het meisje kwijt zich van haar taak in al haar eenzaamheid. Zij lacht niet en ze spreekt geen woord uit liefde toegewijd.